In een woonwijk in Haarlem-Noord woedt een grote brand in een filiaal van Albert Heijn. In vier straten rond de plek van de brand zijn zo'n vijftig woningen ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen door de brand. Twee medewerkers van de winkel zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. De brand brak voor 7 uur ochtends uit in de Albert Heijn aan het Soendaplein en begon vermoedelijk in een vrachtwagen die in het laad- en losgedeelte van de supermarkt stond. Daarna sloeg het vuur over naar de rest van de supermarkt. De brand woedt voornamelijk in het magazijn. In de winkel staat veel rook en de onderliggende parkeergarage stroomt vol met bluswater. Meld de brand weer verder. De producten in de Albert Heijn kunnen volgens de Zegsman als verloren worden beschouwd. Of dat ook geldt voor het pand kon hij nog niet vertellen. Geprobeerd wordt te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Volgens een brandweerwoordvoerder zitten aan de Albert Heijn geen andere panden vast. Maar staan er wel panden dicht in de buurt? In de winkel waren op het moment dat de brand uitbrak geen klanten, maar was wel personeel aanwezig. Iedereen kon op tijd wegkomen. De twee mensen die werden nagekeken door ambulancepersoneel, hadden volgens de woordvoerder wat dichter op de brand gestaan.